Hi iedereen en vandaag is het weer tijd voor een nieuwe bullet journal. Ik doe, zoals jullie kunnen zien, eerst een flip over en daarna ga ik door naar het deel waar we samen gaan beginnen met jouw verhalen, jouw reizen in 2-3 pagina's te kunnen plakken. Het is echt heel simpel, maar ik vond het heel erg leuk, zeg maar, om een reispagina te maken tussen de bladzijden door. Dus ik had allemaal dingetjes verzameld, zoals kassabonnetjes of foldertjes van de camping. En die heb ik dus in deze bullet journal verwerkt. Dus ben je benieuwd? Blijf dan vooral natuurlijk even kijken. En hopelijk vind je het een leuke video. Vergeet natuurlijk al geen duimpje omhoog te doen. En een comment achter te laten als je meer van dit soort video's wil zien. Zoals jullie kunnen zien zit mijn gezicht soms een beetje aan de linkerkant. Geheel per ongeluk, want ik heb dus een nieuw statief. Dus het is voor mij eventjes wennen. Maar op deze manier kunnen jullie het in ieder geval iets beter zien. En kan ik mijn statief eindelijk hoger zetten dan mijn vorige statief kon. Dus voor mijn bullet journal heb ik dus een nieuw statief gekocht, omdat jullie heel vaak zeiden van het is niet heel nice gefilmd, het kan beter. En wanneer iemand zegt het kan beter, dan ga ik daar ook voor. Dus zoals jullie kunnen zien, ik film nu vanaf bovenaf en ik ben nu begonnen met de Italië reis 2017 pagina. En ik heb eerst eigenlijk alles aan de linker en rechterkant gelegd hoe ik het ook in de bladzijden wilde indelen. Dus ik begin eerst met het kassabonnetje van de allereerste camping waar we moesten afrekenen. Dus dan kan ik altijd nog, als we later terug willen, de kosten zien en hoeveel het per nacht was en dat soort dingen. Ik schrijf er kleine stukjes ernaast om even mijn herinneringen van dat moment even te delen. Dus hoe vond ik het? Hoe was het sanitair? Was het druk of was het rustig op die camping? Dus dat soort stukjes heb ik er gewoon allemaal een beetje bijgeschreven. Ziet er ook gelijk wat leuker uit. Dit zijn kleine kassabonnetjes van toen we in Trento waren geweest. Dus ben je een keer in het gebied van Trento, ga dan echt daar naar het centrum, want het is echt heel mooi. Het is gewoon een beetje te vergelijken met Milaan. Het is echt heel erg knus en hele oude gebouwen. Hele mooie winkels, een Sephora, een Kiko, mooie drogisterijen, echt heel veel leuke winkels. Ook allerlei kledingwinkels hadden ze daar. Dus daar zijn wij ook nog geweest. En de camping, de allereerste camping waar we aanstonden was Punta Indiani. En dat was dus eigenlijk aan het Caldonazzo meer, wat eigenlijk super rustig was. Het allereerste campingplekje van ons was eigenlijk gewoon prima. Alleen we stonden op plek 55, zoals je kan zien staat er ook een rondje omheen op de plattegrond rechts. En ja, het enige minpuntje was dus dat wij heel de dag daar in de zon stonden op die plek. Terwijl de rest eigenlijk heel relaxed schaduw had. Dus we hadden echt de enige plek met heel de dag zon. Maar het was wel echt een prima camping. Prima om nog een keer terug te keren of op doorreis om even er langs te gaan. Dus zoals je kan zien, postzegeltjes erbij plakken. Die heb ik van eBay af. En die doorzichtige stickertjes zijn ook van eBay. En dat zijn allemaal van die hele leuke stickertjes wat alleen over Italië gaat. Dus die wilde ik ook voor deze pagina vooral bewaren. Ik heb nog een aantal roze stiften inderdaad gebruikt over de tekst heen, zodat het even wat kleuriger wordt, anders is het ook allemaal heel erg strak. Dus dat vond ik ook wel een heel leuk effect geven. En dan gaan we door naar de andere bladzijde en dat is de tweede camping waar we aanstonden. En dat was Piccolo. De camping Piccolo stond aan het Como meer en het Como meer was ook echt super nice. Het was heel schoon water, dat was het allereerste meer ook. Maar dit was wat meer vertier, zeg maar, bij het meer zelf. Dus het was echt een hele leuke camping. We hebben leuke dingen in de omgeving kunnen doen. En we hebben nog lang niet alles gehad. Daar was echt heel veel te doen. En zoals je kan zien heb ik hier ook de camping ook sterren gegeven. Net zoals bij de andere camping. Hoe ik het zelf vond. De bonnetjes erbij gedaan. Stickertjes erbij geplakt. En ja, dat waren mijn reispagina's. Ik heb nog even een bonnetje bij mijn favoriete restaurants even opgeplakt. Van Season in Vianen. Dat is een sushi restaurant. En met deze pagina was ik eigenlijk gestopt voordat ik op vakantie ging. Dus die pagina wilde ik nog even netjes afmaken voordat ik met de volgende pagina ging beginnen. Zoals je kan zien heb ik een leuke doodle washi tape bovenin geplakt. Alleen Smile Everyday was eigenlijk iets heel anders bedoeld en het had eigenlijk niet naar mijn zin. Dus nadat ik alle dagen had opgeschreven had ik zoiets van oké, ik plak daar ook gewoon een doodle overheen en een leuk stukje eronder vind ik veel leuker. Het was gewoon niet naar mijn zin. En dat is het leuke aan een bullet journal. Je plakt weer een plaatje eroverheen, lijm, een washi tape erbij en het is weer gewoon leuk en mooi. Ik heb eigenlijk zo alle dagen opgeschreven en dit is dus een week voor mij. Dus met een to-do schemaatje, dus met een aantal dingen die ik echt wil doen. En sleep tracker natuurlijk, even om bij te houden hoeveel uren ik heb geslapen. En daarna heb ik ook nog alle dagen extra ingevuld. Ik vind het ook altijd heel erg handig om een to-do lijstje te verwerken in je weekoverzicht. En dat is gewoon puur om jezelf te motiveren en dat je gewoon weet van oké, ik kan dit deze week afkrijgen, het gaat me lukken. Zoals je kan zien heb ik ook nog wat doodle lampjes bovenin getekend voor een extra effect. Vind ik ook altijd wel heel erg leuk eruit zien.
En ik vind altijd doodles knapt eigenlijk een pagina altijd wat extra op. Dus ik heb ook nog wat doodletakjes erbij gedaan. En zoals je kan zien heb ik een soort uitgerekte letterstijl gebruikt over de lichte roze letters heen. Dit vond ik eigenlijk zelf wel wat mooier. Ik vind het altijd wel wat hebben dat het een soort een blurry achtergrond heeft. Want dat doe ik ook eigenlijk altijd met mijn teksten in mijn video's die ik verwerk of op mijn blog. En dan wilde ik nog één pagina maken die even niet aansluit bij de volgende week. Maar wel bij happen naar gezond voedsel. En dat is eigenlijk iets heel anders dan dat andere mensen hebben. Ik heb hier namelijk de titel boven gezet, dan een lijntje, dan ontbijt, lunch, diner en snacks. En dan gewoon de gezonde dingen onder elkaar gezet. En dan ook gelijk een motivatie, zeg maar, eronder verwerkt. Een soort een kalender, dus dat ik kan strepen hoe vaak ben ik gaan fitness. Hoe vaak heb ik bijvoorbeeld een workout thuis gedaan? Heb ik mijn 2 liter water bereikt die dag? Heb ik gesnoept bijvoorbeeld? Wat eigenlijk dus niet moet gebeuren. Maar goed, dan heb je wel overzicht hoe vaak is het eigenlijk gebeurd. Moet je je nu schamen of is het er eigenlijk gewoon prima te overzien? En daarachter, na de dagen ophouden van de maand, heb ik nog een aantal tips gezet. Dus pak bijvoorbeeld mijn Bodyboost boek erbij. Ga samen met Kelsey en Rosanne naar de sportschool. Ook al heb je geen zin, dan weet je dat hun gaan, dus dan wil je zelf ook. Deze pagina ziet er ook gewoon heel fleurig uit en tadaa, hij is klaar, beide pagina's. En zoals je kan zien weer een soort ander weekoverzicht. En nu ga ik door naar het weekoverzicht van die week erop. Dus dan heb ik hem alvast ingevuld en dan kan ik alvast mijn vaste afspraken erin zetten. Mijn sleep tracker en een aantal andere kleine dingen. Dus de volgende keer zien jullie weer een vervolg op deze pagina. Maar tot nu toe hebben jullie al in ieder geval gezien hoe ik mijn setup heb gedaan voor deze pagina en wat ik er allemaal op heb gezet. En dan is het straks een kwestie van doodelen en invullen. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Laat een comment achter wat voor pagina's jij die zal zien. Trackers of inderdaad meer met food. Of echt meer weekoverzicht in andere volgordes en andere doodles. Laat het weten en ik ga mijn best doen voor jullie. En ik zie jullie de volgende keer weer terug.